Het was blinde paniek op die vrijdag 29 maart, zegt de advocaat van het echtpaar. Marina Sanne ziet op bewakingscamera's hoe haar man in de winkel wordt aangevallen. En dan komt ze oog in oog te staan met een van de overvallers. En haar man ligt daar op de grond, in het bloed. En die overvaller richt het wapen op haar en zij richt op hem. En zij schiet eerder blijkbaar of het wapen van de overvaller is gejamd, geblokkeerd of functioneerde niet. Of hij is te laat geweest, maar zij schoot eerder. Het echtpaar had geen wapenvergunning. Willy heeft op enig moment een wapen aangeschaft via een kennisverhaal in het uitgaansleven. En het is hem op enig moment aangeboden, een korte tijd na de eerste overval, een jaar of 10 geleden. Het gaat sinds de overval niet goed met Marina Sanders. Zij voelt zich een monster en ze vindt het verschrikkelijk dat de twee jonge jongens zijn overleden. Dat is de feitelijke situatie. En zij zal daarmee moeten gaan leven in de toekomst. En feit is dat ze destijds, na die eerste overval, langdurig psychiatrische hulp heeft gehad. Dat zal nu weer moeten.